En je kunt dus ook gerichter gaan zoeken van naar wat voor locatie ga ik nu vandaag aansluiten. Dan was ik van de week in het HK-gebouw, een van de deelnemers Smart Hub Centers. En die zeiden, want wij richten ons voornamelijk op bedrijven en mensen die zich richten op energie en water. Ja. En toen hadden we een gesprek daar over Smart Hub Centers, wat de succesfactoren zijn. En toen zaten we een beetje in het dilemma van, is dat nou handig, omdat je daar misschien ook mensen afstoot? Of is het nou juist belangrijk om je toch op een bepaalde sfeer te focussen, bijvoorbeeld op een bepaald gebied te focussen? Hoe kijk jij dat even? Ja, ik denk dat het juist handig is om wel een bepaalde doelgroep voor ogen te nemen. Wat jij net zegt, mensen kunnen dan ook gericht naar een bepaalde locatie toe, omdat ze weten wat voor publiek daar komt. Even om de vertaalslag naar een kroeg te maken. Je gaat ook niet, elke kroeg is niet voor iedereen geschikt. Je hebt op een gegeven moment ook die voorkeur qua kroeg. Omdat daar een bepaald publiek komt, dat heb je in je werksfeer heb je dat ook. Je zoekt een bepaald publiek op. Lisbeth, hoe bepalen jullie zeg maar op wat voor locatie jullie gaan zitten? Dat vertelde ik net in het filmpje al. Dat hangt heel erg af van waar onze concentratie van mensen op een bepaald moment zitten. We werken niet alle dagen van de week flex. We werken ook heel veel bij opdrachtgevers. En wij zoeken een plek die op dat moment heel erg handig is. En soms zoeken we ook een plek omdat, nou, ik kan me voorstellen zo'n plek als vandaag dat we zeggen van, dan gaan we gewoon eens een keertje naartoe. Maar in principe letten wij op waar qua locatie handig is. Dus dat...